Het beste kapsel voor een dun rogend gezicht. Als je wilt dat je gezicht er dunner uitziet, zou je krullende of golvende haarstijlen moeten vermijden. Wanneer dit soort haar namelijk op je gezicht valt, lijken je gezichtskenmerken groter. Kies daarom altijd voor een stijlkapsel of een kapsel met veel laagjes. Door stijlhaar lijken je wangen net iets smaller. Als je van nature krullend haar hebt, probeer deze krullen dan te verzachten tot zachte golven in plaats van een grote, volle polskrullen. Probeer ook een haarlengte die eindigt bij de kaken te vermijden. Je kapsel kan langer of korter zijn, maar zorg ervoor dat je puntjes niet langs je kaaklijn lopen, want hierdoor zal je kaak er namelijk breder uitzien. De beste haarlengte is tot net boven je kin. Wanneer mensen je dan namelijk aankijken, valt een blik op je jukbeenderen, waardoor je gezicht zachter en dunner oogt. Hoe zit het met een pony? Lang, kort, met pony of zonder? Kies in dit geval voor een asymmetrische schuine pony, net als je kunt zien op de foto hierboven. Door je haar zoals dit kapsel te laten knippen, zorg je ervoor dat je gezichtskenmerken niet zachter worden en minder rondtoggen. Dit kapsel zal je zeker bevallen. Onze laatste tip wat betreft haarstijlen is dat je je haar altijd in een zijscheiding draagt en nooit in een middenscheiding. Door je haar in een middenscheiding te dragen, krijg je namelijk een veel strengere uitstraling. De beste make-up voor een dunner ogend gezicht. 1. Zachte kleuren op de lippen. Dit is zeker de beste tip als het gaat om make-up. Misschien ben je juist een fan van felle kleuren als knalrode lippenstift, maar toch kun je beter kiezen voor zachtere kleuren. Hierdoor zal je gezicht er zachter en gebalanceerder uitzien en je kaaklijn minder strak zijn. Door een roze of huidkleurige tint te kiezen zal je mond veel breder lijken, wat de rest van je gezicht meer in balans brengt, waardoor het er veel dunner uitziet. Onthoud dat je er fantastisch uit zult zien met een roze of huidkleurige lipgloss. 2. Precies genoeg rouge. Kies je vaak voor om rouge op te doen? Zo ja, dan is dit erg goed. Want rouge is namelijk een uitstekend middel om je gezicht er dunner uit te laten zien. In dit geval kun je het beste kiezen voor een bronzer, die je wangen ook een beetje lichter zal maken. Veeg het borsteltje in een schuine lijn over je wangen richting de haargrens. Probeer altijd schuine lijnen te trekken in plaats van rechte. Hierdoor kun je er namelijk voor zorgen dat je met een rouge of bronzer zachte, dunne uitstraling krijgt en geen hoekige. Richt je op kleuren die je gezicht lichter maken en vermijd donkere kleuren. Kies bijvoorbeeld voor een glanzende rouge over een donkere bronzer. Dit zal je erg goed staan. 3. Welke soort oogschaduw moet ik gebruiken? Deze gouden regel ken je waarschijnlijk al. Als je veel make-up draagt op je ogen, dan kun je beter een lichtere kleur gebruiken voor je lippen. En als je op je lippen een diepe kleur doet, gebruik dan lichtere make-up voor je ogen. Aangezien wij gaan voor zachtere kleuren op de lippen, kunnen we ons op onze ogen uitleven. Gebruik een neerlijnde om ervoor te zorgen dat je ogen goed opvallen en je de aandacht trekt naar je blik en het bovendeel van je gezicht. Kies voor kleuren die je ogen eruit laten springen en gebruik oogschaduw die een mooi verlichtend effect heeft. Kunnen mijn wenkbrauwen ervoor zorgen dat mijn gezicht er dunner uitziet? Natuurlijk kan dat, veel dunner zelfs. Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat dikke, opvallende wenkbrauwen nu in de mode zijn, wat uitstekend is voor een dunner ogend gezicht. Dikke wenkbrauwen kunnen je hierbij namelijk goed op weg helpen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je je wenkbrauwen nu helemaal niet meer mag epileren. Integendeel, je moet ze juist zo vormen dat het dikke gedeelte in het midden uitloopt in een dunne punt. Hierdoor kreeg je gezicht een mooie kader en trek je de aandacht naar het bovenste gedeelte van je gezicht. Probeer dus een stijlkapsel tot net boven of onder de kin te combineren met een lichte zijscheiding om je gezicht dunner te doen ogen. Je kunt je wangen ook minder vol maken door een vet- en natriumdieet aan te houden. Zout zorgt er namelijk voor dat je lichaam vocht vasthoudt, waardoor je gezicht er voller uitziet. Als je een gezond dieet combineert met deze simpele en betaalbare tips, zul je er vast en zeker in no time beter uitzien.